zijn hier in Utrecht op de Amsterdamse Straatweg. We zijn hier bij Slagerij Van Es. Een ambachtelijk bedrijf dat de eigen worst maakt en al bijna 100 jaar bestaat. Ja, we zijn een kleine winkel, maar we zijn groot in wat we doen. Het is voor mij allemaal nieuw, dus ik vind alles heel erg leuk om te doen. Van het uitbenen tot aan het worst maken tot aan een hamburger pletten. Ik vind het, ik vind alles hartstikke leuk. Ik heb een tijd op kantoor gezeten, maar dat is niks. Het stilzitten en dat maakt je dag niet leuk. En nu ben je heel de dag bezig, je bent heel de dag druk, je hebt altijd wat te doen. Dus dat is wel, de reden denk ik dat ik de slagerswereld in ben gegaan. Bij SVO vakopleiding Food doe ik niveau 2, productiemedewerker. En het is de basis van het slager worden. Hij had als visie, ik wil later een eigen slagerij beginnen. En wat is dan mooier als je dan eerst productiemedewerker leert, omdat je dan echt alle facetten leert van het be- en verwerken van het vlees en van daaruit gaat doorstromen naar niveau 3 en eventueel bedrijfsleidersvers. Ik zou graag zelfstandig ondernemer willen worden, ja. Hij is goed, hij is in ieder geval zeer leergierig. John is mijn mentor en leraar en John is echt een fantastische gozer. Hij is nog een beetje rauw in de vleessnijden, net heb ik hem al een beetje op zijn donder gegeven. Elk grammetje wat je eraf snijdt, ja, dat gaat de kosten van je brute winst en dat wil je niet. Dat is nog een verbeterpuntje, ja, zeker. Ja, hij moet wat zuiniger worden, maar dat geeft niks. Dat komt vanzelf, ja. John is echt iemand die jouw dag naar school wel een stukje leuker maakt, vind ik, ja. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. En als je iets doet wat je leuk vindt, dan loop je ook veel makkelijker door de opleiding heen. En dan zul je het zien, dan gaat alles vanzelfsprekend. Nomen est omen, hoorde ik laatst iemand zeggen. Ja, dat is best wel uniek, ja. Ja, hoe zit dat? Ja, ik heb er ook zelf niet voor gekozen, maar ik heet toch echt slager van achteren, ja. En nu is het helemaal bijzonder natuurlijk, dat je van je naam ook je beroep maakt. Want ik ben echt slager.